1500 meter tijd van Zijlstra was 3:20.8. En hier staat 3:21.2 voor Pechstein. Het verschil is nog altijd heel klein. 0,4 van een seconde. Spanning blijft. Karla reed hier een ronde van 36-7 en kwam door in 3:57.6. En hier is Pechstein in 3:57.59. Een fractie sneller dan Zijlstra. Een fractie. Maar toch. Ja, wat me wel opvalt is dat ook Pechstein nu in een bepaald ritme zit. En dat ze eigenlijk wel lekker aan het schaatsen is. En Arie Koops die roept naar Lia van probeerde toch in het vizier te houden. Geef het nog niet op hier op die 5 kilometer. Nou wordt het toch een beetje listig. Hier was een ronde voor Karla Zijlstra van 36-7. En ik ben benieuwd wat Pechstein daar tegenover zet. Een ronde van 36-7. Exact gelijk. En dus blijft het verschil een fractie in het voordeel van Pechstein. En Lieve van Schie dan die 36-6 rijdt in deze ronde. Dus iets dichterbij komt weer. En nu wordt het een beetje listig, want dit was een van de wat langzamere ronden van Karla Zijlstra. Die op weg naar de 3400 meter een 37-2 liet aantekenen. En daardoor kwam in een tijd van 5:11.82. En wat doet Pechstein? 5:11.10. Ja, dan wordt het toch uitkijken voor die jonge Duitse. Die op dit moment 17e seconde sneller is dan de nog altijd op de bronzen positie staande Karla Zijlstra. En krijgen we hier dan een Duitse trojka op het podium vanavond. Karla antwoordt in deze ronde met een 36-8. En ik moet zeggen dat die Pechstein er nog steeds goed uitziet ook hoor. Niet echt nog een verkrampt gezicht. Ze rijdt makkelijk. Lier van Schiet laat de achterstand niet groter worden. 5:48.7 was de tijd van Zijlstra. 5:48.10 die van Pechstein. 16e van een seconde is de Duitse sneller. En nu kreeg Karla Zijlstra het wat moeilijk. Want de drie resterende ronden gingen voor Karla in 37-5, 37-4 en weer 37-4. En nu gaat het er maar om of Pechstein zoveel inhoud heeft dat ze daaronder kan blijven. Tussentijd op 4200 meter van Karla Zijlstra was 6:26.21. Oei, dit doet pijn. 6:24.91. 1:3 seconden sneller dan Karla Zijlstra. Ja, en dan moet Pechstein zichzelf al heel erg tegenkomen in die laatste anderhalve ronde. En zo niet, dan gaat de droom van Karla Zijlstra hier in rook op. De laatste ronde ging voor Karla Zijlstra in naar 7:03.6. 7:03.6. En hier is Pechstein 7:02 rond. Ja, en ze heeft het nu dus wel moeilijk. Dat is een ding wat zeker is. En dan is het maar de vraag hoe ze dat nog vast kan houden, dat ritme. Maar ze had anderhalve seconde krediet opgebouwd daarnet bij 9 van die laatste ronde ten opzichte van Zijlstra. Zijlstra had een slotronde van 37-4. Met andere woorden, als Pechstein maar een rondje rijdt van onder de 39, dan ziet het er goed uit voor haar. En is het brons voor Zijlstra verkeken. Eindtijd van Karla was 7:41.10. En zeg maar dag met je handjes, 7:39.80. Drie keer Duitsland en dan pas Karla Zijlstra. En dan de tijd van Lia van Schie, 7:46.94 en een voorlopig zesde plaats.